Voor de grootmeesters was het vandaag de 9e ronde van de Tata Steel Chess Tournament, zo heet dat. Een van de belangrijkste schaaktoernooien ter wereld. En normaal wordt het hele toernooi in Wijk aan Zee gespeeld, maar de organisatie besloot dit jaar een aantal ronden op andere locaties te spelen. En vandaag gebeurde dat op de Hightech Campus in Eindhoven. Bij schaken wordt niet gesproken. Tenminste niet als het een serieuze partij is. Het toernooi is een van de belangrijkste particuliere toernooien ter wereld buiten de wereldkampioenschapscycli. We zijn vandaag al bezig aan de 9e ronde van het Tata Steel schaaktoernooi. En hier zijn we op een van de intelligentste plekken van Nederland. De Hightech Campus. Met kennis en creativiteit ligt hier verschrikkelijk dicht bij elkaar. Nou, dat zit ook in schaakbreinen verstopt. Ja, ik bewonder ook wel de strijdlust van Verweli. Die heeft er in het begin nog niet zo geweldig, maar de laatste twee partijen echt leuke dingen laten zien. Ik speel wel tegen een lastige tegenstander. Ik heb de laatste twee partijen tegen hem verloren. Dus dat betreft moet ik iets anders doen dan de vorige keer. Anders ga ik weer het schip in. Maar hij is natuurlijk wel een gevaarlijke speler, maar hij is natuurlijk wel erg jong en nog wat onervaren. Dus misschien kan ik als een oude vos wat trucjes van stal halen. Wat is er nou zo magisch aan dit spel? Dat het elke keer weer anders is. En dat je elke keer weer nederlagen te slikken krijgt waar je weer overheen moet zetten. Je bent ook altijd verantwoordelijk voor je eigen fouten. Je kunt nooit de schuld aan de ander geven. Als het fout gaat, heb jij het gedaan. En dat heeft wel iets. Nou, je moet goed kunnen rekenen. Maar je moet ook geduld kunnen hebben. Je moet goed af kunnen wachten. En je moet je hoofd koel kunnen houden.